put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, welkom bij deze video. Mijn naam is Wesley van Fifabor 1999 en we hebben vandaag de Feyenoord Career Mode. En we gaan vandaag de halve finale spelen om de strijd om de Champions League om naar de finale te gaan. En twee Eredivisie wedstrijden die ik simuleer. Maar goed, we zijn er weer met de Feyenoord Career Mode. Ik heb de video voor morgen ook al opgenomen. Daar gaan we de dingen afsluiten, het seizoen. Dus ja, laten we hopen. Dat we hier dan de finale kunnen halen. Dat kan niet te veel verklaard natuurlijk. Dan ligt er toch op de kans hier. De renning van Bijlo. Bijlo kopbal over Salah. Maar het is in die Valenzuela. Koopmijners. Teun Koopmijners. Mooi paas op Barco. Bal bij Liverpool weer. Thomas Florenzi. Barco, Florenzi, Thomas, Roberto Firmino, Salah. Feyenoord moet nu achteruit, gaan blijven verdedigen. Valenzuela komt er goed tussen. Bal toch bij Salah, voor Salah komt er een kans voor Liverpool. Hier voor Thomas, maar Bijlo redt de bal. Wat ook al bekend is natuurlijk dat El Nadi zijn schoen op de schoen aan de wil gaat hangen. Stopt. Maar ja, volgend seizoen komt Kaas terug. Volgend seizoen gaan we een heel ander elftal. Kunnen we een heel ander elftal verwachten? Want ik ga de oudere spelers. Want ja, Toornstra ga ik wel uit. Wacht even, gaan we hier scoren? Nee, de paal. Berghuis en de rebound ook niet. Maar goed, er gaan spelers eruit. Toornstra ga ik eruit halen. Volgend seizoen. Ik ga andere spelers. Ferreira is 74 algemeen. Jeugdspeler. Die ga ik de kans geven voor Berghuis. Die wil ik ook niet verkopen. Maar ik vind dat het gewoon. De frisse wind moet gaan waaien nu door het Feyenoord selectie. En ja, dat is dus ja, Koopmijners. Dat is wel een van de goede middenvelders natuurlijk. 32e minuut. Valenzuela. Dan raak ik de bal kwijt. Dus jullie kunnen volgend seizoen bij de Feyenoord Career Mode een frisse wind krijgen. Dan krijgen we sowieso ook een nieuwe aanvoerder. En dat zien jullie ook morgen in de video natuurlijk. Het gaat super. Toornstra en het is 0-1. We staan voor Jens Toornstra scoort. Stopt ook volgend seizoen. Hij heeft nog gezegd dat hij een jaartje door wil gaan. En volgend seizoen is dus zijn laatste seizoen voor Feyenoord. Ook Mandžukić stopt volgend seizoen. Ook hij heeft nog gezegd een jaartje door te gaan met dit succes. En ja, Brad Jones denkt nog lang niet aan stoppen. Want hij heeft nog niet aan niks aangegeven om te gaan stoppen. Dus ja, die blijft denk ik nog schijnbaar wel zitten bij Feyenoord. Brad Jones. Maar eerst hier de vrijdag voor Liverpool. Ondertussen nog steeds de eerste helft voor tussen Liverpool en Feyenoord. Waar het nog steeds de 1-0 voorsprong is voor Feyenoord genomen en geschoten door Jens Toornstra. Robinson komt erin lekker langs. Overtreding. Fusamensa, geen kaart. Wissel bij Liverpool. Chamberlain eruit. En hier Bijlo. Maar met een goede redding. Voorkomt de 2-0. Kieta. El Amadi. Goed. Maar toch Salah. Nu weer Liverpool. Maar die is buitenspel. En Burg gaat erin komen voor El Amadi. Misschien wordt dat ook wel de volgend seizoen de vervanger. Want ja, El Amadi stopt. Dat betekent dat Burg die plaats in gaat nemen. Maar hij wordt geen aanvoerder, kan ik jullie al vertellen. Dus ja, wie wordt aanvoerder? Dat zien jullie morgen natuurlijk. Van het nieuwe Feyenoord. Robertson. Fabinho, neem me niet kwalijk. Roberto Firmino. Chamberlain. Salah. 61 minuut, nog steeds 1-0 voor Feyenoord. Nog steeds staan we voor. Hier in stadion Anfield van Liverpool. Barco komt eruit, kan het 2-0 worden. Barco kan hem geven, doet hij ook hier op Burger. En er zit erin. Het is 2-0. Wouter Burger scoort. En hij zorgt ervoor dat Feyenoord op een 2-0 voorsprong komt. En toch wel een bevrijdende 2-0. Want Feyenoord had het een beetje moeilijker. 73 minuten nu. Mandžukić. Zet hij een zware tackle in. En dan gaat hij rood voor krijgen, kan ik je al melden. Jullie zien het niet hier. Chamberlain raakt geblesseerd. Die gaat er gewisseld worden. Net ingekomen en wordt nu al gewisseld.
Maar een harde tackle van Mandžević zorgt ervoor dat hij rood krijgt. En dat betekent dus dat Mandžević in de thuiswedstrijd in de Kuip niet mag spelen tegen Liverpool. Dat is nog een domper voor Wesley en zijn mannen. Dirk Kuyt en Kalibulus. Toonstra en Burger. Virgil. Lovren. Koopmeiners. Koopmeiners. Toonstra. Burger. Komt er nog de 3-0? Nee. Virgil van Dijk. 10 minuten te gaan nog voor Feyenoord en Liverpool. Waar de 2-0 is voor Feyenoord hier. Ja, wacht nog de thuiswedstrijd in de Kuip natuurlijk. En al twee Eredivisie wedstrijden tussendoor. Maar die ga ik voor jullie simuleren. Nee, eentje tussendoor. Maar dat ga ik voor jullie simuleren. Dat is de wedstrijd tegen Willem II. En daarna de wedstrijd tegen Heracles. Dat is na de tweede halve finale tussen Feyenoord en Liverpool. Die simuleer ik ook. Maar de tweede helft al allebei. Deze wedstrijd is bijna afgelopen. Sterker nog, hij is afgelopen. We hebben 100 met 2-0. Doen we een goede zaak. En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd tegen Willem II. Die gaan simuleren met de tweede elftal. Hier gaan we Branco uitlenen. Een jeugdspeler die onder de 60 algemeen is. Die leen ik uit. Dat doe ik met de meeste. Ik heb spelers die 61, 66 zijn. Die wil ik meer gaan trainen. En dan ja, in de toekomst natuurlijk. We winnen met 2 en we winnen 2. Ik heb iets te snel geskipt. Maar oké, sorry. Neem me niet kwalijk. En we gaan een speler verkopen. Dat is Leroy Fer. Hij is 31 jaar. Ik heb besloten om hem te verkopen. Hij gaat naar Burnout. Waar Jurgensen ook naartoe is gegaan. Dus hij gaat samen met Jurgensen spelen als Jurgensen nog speelt. Maar wij gaan de persconferentie doen voor de wedstrijd tegen Liverpool in de eigen Kuip. En ja, er moet sowieso één aanpassing zijn in de spits. En ik heb ervoor gekozen. Wij hebben ervoor gekozen. Wesley heeft ervoor gekozen om Banis in de spits te zetten. Banis gaat volgend seizoen aan uitlening naar een Franse ploeg, maar ik heb besloten deze wedstrijd in de basis te zetten. David Soglu is nog moe van de vorige wedstrijd, dus daarom koos ik voor Banis. En ook Senesi en Fusamensa zijn uitgeput en daar komt Fernandes en Fer. Aangezien ik hem toch heb verkocht, ja, wil ik hem wel gewoon een wedstrijd geven. Dus Fer mag gewoon in de halve finale in de Kuip aantreden tegen Liverpool als rechtsachter. Ja, kan hij dat? Ik heb geen flauw idee. Maar Manchester heeft dus rood, dus die kan niet meedoen. Daarentegen heb ik ook een paar van jeugdspelers mee. Patterson, Burger haalt er even uit. Die is ook niet zo erg fris. En dan Serviria. En even kijken hem laatst. Ja, voor Rossi. En dan Marsman laat ik gewoon staan. En dan is dit het elftal. Wat ik moet doen in de Kuip tegen Liverpool. Jullie horen al het Feyenoord opkomt tune. En we hopen natuurlijk dat Feyenoord kan winnen hier in eigen Kuip. Ook net zoals het in Engeland. En dan kunnen we weer, net zoals het hier in Nederland, een finale bereiken. En nu is weer de finale van de Champions League. Dit keer is het dus nu de halve finale tegen Liverpool. En ja, we gaan opstellingen zien van Liverpool en van Feyenoord. Eerst onze opstelling en daarna de opstelling tegen van Liverpool. En ja, onze opstelling kennen we wel een beetje. Qua aanpassingen dus. Achterin twee aanpassingen. Verder. Fernandes staan in een aanval dus Banis. Hier zien we het aanvoerder Karim El Amadi. Dit is de bank, ook een paar aanpassingen op de bank natuurlijk. En dit is elftal Banis in de basis. Fer en Fernandes ook nog de twee die verrassend zijn. En dit is het elftal van Liverpool. Met veel gele kaarten. Dit is de bank trouwens. Ja, niet echt verrassende opstelling van Liverpool. Liverpool is wel de Kuip iets gevaarlijker. Dat betekent dat we goed moeten gaan verdedigen. Want ja, Liverpool wil natuurlijk ook door naar die finale van de Champions League. En die komt dus met de eerste kans. Maar Thomas schiet de bal in de handen van Bijlo en Valenzuela. Valenzuela, Koopmeiners. Koopmeiners, goede paas op Barco. Die gaat er voorbij. Barco, moet hij hem goed pasen. Barco, en hij schiet hem zelf. Dan is het 1-0. Is het Barco die scoort. En dan is het 3-0 totaal. 1-0 in deze wedstrijd. En we maken de 1-0. We staan voor met Feyenoord tegen Liverpool in de eigen Kuip. 22e minuut nu. Bal bij Kramic. Ja, sorry als ik het niet goed uitspreek. Bal gekopt door Roberto Firmino, maar hij is naast gekopt. Doeltrap Bijlo. 35e minuut nu ondertussen. El Amadi. Feyenoord komt er weer een keer uit. El Amadi en Berghuis. Berghuis. Steven Berghuis met zijn kans. Berghuis, maar Alisson heeft de bal. Robertson. Thomas. Ik spreek het uit zoals diegene die bij PSV speelt. Thomas. In ieder geval, de bal komt hier bij Kramaric. Geeft hij hem goed voor? Ja, Bijlo komt uit. Bokst de bal ook goed weg. Barco. Barco Koopmeiners. Barco terug. Goed, Barco nu langs.
Nee, geef hem aan van Toornstra. Banis. Ja, die doet het ja, niet echt lekker. Toch de bal nog bij El Amadi. El Amadi Berghuis. Nee, bal kwijt. Thomas. Kramic. Goeie paas. Robinson. Feyenoord moet gaan verdedigen. Dat gebeurt niet echt lekker. Feyenoord doet het slordig. Ver dan. El Amadi. Goed. Toornstra de bal weer kwijt. Ver krijgt de bal daar ook niet. Dan is het Kramic die de bal heeft. Kan hij hem voorgeven. Ver kan er niet tussen komen. Er komt de bal voor. Weggehaald door Martins Indy. Koopmijners en het is rust. En het is dus de voorsprong voor ons 1-0. 3-0 totaal. Ja, laten we hopen dat het zo blijft. Dan gaan we door naar de finale van de Champions League. Roberto Firmino. Afstandsschot, mijn handen van Bijlo. Goed, van de keeper van Feyenoord. Van Venezuela. Houdt hij hem binnen, Barco? Ja, dat doet hij. Oh, dat is mooi gedaan van Barco. Barco en Banis. Banis, ja, die speelt niet echt een goede wedstrijd. Hier de bal bij El Amadi met afstandsschot. El Amadi, wat een afstandsschot zeg. Van de aanvoerder van Feyenoord, Karim El Amadi. Gaat stoppen dit seizoen, maar hij schiet hem wel prachtig binnen, zegt Karim El Amadi, maakt de 2-0, 4-0 in totaal. En wat een prachtig doelpunt was het dan, van de aanvoerder van Feyenoord, Karim El Amadi. Ondertussen Liverpool die eruit komt. Komt er dan het doelpunt van Liverpool? Ja, die komt er. Tussen de benen van Bijlo, Salah, 2-1. Of 1-2 voor Liverpool. Liverpool komt er een doelpuntje bij. 4-1 dus nu in totaal, voor Feyenoord dat wel. Als er nog een tweede komt, dan wordt het spannend voor Feyenoord, Liverpool. En er komt een tweede. Keita. Dan wordt het nog spannend. 2-2 in deze wedstrijd nu. Blijft het zo, dan gaan we gewoon door naar de finale. Want het is 4-2 in totaal. Dat we thuis, omdat we uit hadden gewonnen met 2-0 natuurlijk. Dus ja, 33 minuten is nog spannend. Feyenoord is even billen knijpen voor Feyenoord. El Amadi. El Amadi. Feyenoord wil gewoon deze ook eigenlijk winnen. El Amadi. Nou, eerst de man voor de wedstrijd. Venezuela. En dan is de bal weggewerkt door Liverpool. En dan blijkt het 4-2 te blijven. 2-2 in deze wedstrijd. Maar ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Salah wordt dan naar de kant gehaald. Ver, El Amadi, ver. Ja, Feyenoord die wil nog even een dubbeltje erbij prikken eigenlijk. Dat zou het mooie zijn. En hier komt dan Sinisterra. Erin gekomen voor Berghuis. Sinisterra, mooie bal. En de bal weg. De wedstrijd zit er bijna op. Bij de 2-2 gelijke stand. Maar dat maakt voor Feyenoord niet van uit. Want het is 4-2 in totaal. Door de 2-1 overwinning op Anfield. Kan de jeugdspeler nog een duit in het zakje doen? Nee, schot geblokt. En is de bal weggehaald. En dan winnen we. Dan spelen we gelijk met 2-2. Maar winnen we wel met 4-2. Door twee wedstrijden gespeeld te hebben. En dan gaan we door naar de finale van de Champions League. Net zoals we het in FIFA 19 deden. Deze wedstrijd tegen RKC ga ik simuleren voor jullie. Winnen we ook met 2-1. Competitie zijn we niet eerste geworden, jammer genoeg. Maar ja, we bereiken wel de Champions League finale. Maar dat zien jullie morgen bij een nieuwe Feyenoord Career Mode. Waar we ook gelijk aan beginnen aan de start van een nieuwe Career Mode. Ik bedank voor het kijken naar deze video. Jullie gaan nu een stukje kijken van de persconferentie. Ik bedank voor het kijken naar deze Feyenoord Career Mode. Ik zou zeggen, druk op het duimpje omhoog als je het hebt gedaan. Of gaan jullie überhaupt ook kijken naar de, ja, jullie gaan wel kijken naar de persconferentie. Ik wou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op het duimpje omhoog als je het hebt gedaan. En dan zeg ik zoals tijd. En zoals nu. Later.